Dit is het kantoor van de Leprosy Mission in Tangoen. Kinderen met verschillende beperkingen krijgen er training. Zo leert dit meisje gebarentaal. Ook worden er adviezen gegeven aan ouders met pasgeboren kinderen met een beperking. Er worden druk plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe prothesewerkplaats op het terrein van het kantoor. World Servants zal gaan meebouwen aan deze nieuwe prothesewerkplaats. Aan de fundering wordt al gebouwd. We wandelen naar een woonwijk verderop waar we de huidige prothesewerkplaats gaan bekijken. In de werkplaats worden protheses en orthopedische schoenen gemaakt. Fysiotherapeut en prothesemaakster Simawe vertelt ons over haar werk. I'm Simawe, and I work here as a prosthetic technologist and also as physiotherapist. I am working for the amputee client. They got amputation because of many reasons. Some because of the landmine, and some because of diabetes. Some because of leprosy, and some other because of accidents. He got amputation due to diabetes. He got ulcer on his feet fat. Then when he go to the hospital, it was a bit late, so that it need to cut and got amputation. When the patient comes, so we do assessment. We ask the general information. After that, we do the assessment and measurement for the prosthesis. So that in second step, we make casting the stem to form the negative cast. And after that, we fill with POP powder and then form the shape of the cast. Yeah. After that, draping. We make the plastic socket, and then after draping, we cut depending on the shape of the stem, and we join with the component and the feet in order to form the prosthesis, the whole prosthesis. So after that stage, we fit on the client. We ask the client to practice when he can walk without pain or without any discomfort, so that we ask them to walk freely at outside. So if everything is okay, then we make cosmetic in this final stage. Yeah, we can see on their face. They can see their face. Very brightly smile, and they are very enjoying with the new device. Yeah. Dit is Jemintu. Hij is 17 jaar oud. Hij mist twee benen en één arm. Twee weken geleden heeft hij zijn eerste protheses van de werkplaats gekregen. Er zijn goede redenen voor de bouw van een nieuwe werkplaats. De bestaande werkplaats zit in een oud woonhuis, dat niet bedoeld is voor industriële toepassingen zoals een prothesewerkplaats. Bovendien ligt de huidige locatie laag en is daardoor kwetsbaar voor overstromingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw houdt rekening met alle eisen die er zijn voor een prothesewerkplaats. Zo kan TLM de mensen nog beter ondersteunen. In de buurt van het project wonen veel studenten. Zij en de kerkgemeenschap zien al erg uit naar de komst van de World Servants groepen. Bouw je komende zomer mee aan dit mooie project?